Een project om kinderen en ouders te stimuleren lopend of met de fiets naar school te gaan. Met het beloningssysteem High Five wordt de verkeerssituatie rondom basisscholen in Beuningen steeds veiliger. Bij basisschool De Peppel zijn de kinderen razend enthousiast. Tijdens de opening van het nieuwe High Five systeem wordt aan de kinderen uitgelegd hoe het systeem werkt. Dit gebeurt op een leuke en spectaculaire manier. Het doel hiervan is om de veiligheid te verhogen en kinderen te stimuleren om lopend of fietsen naar school toe te komen. Stimuleren dat kinderen meer lopend en met fiets naar school gaan. En we merken ook wel dat de school groeit, maar ook het aantal auto's groeit. Dus het is sowieso ook drukker rondom de school, 's ochtends bij het brengen en 's middags bij het halen. Dus ook het stukje veiligheid willen we daarmee stimuleren om daar meer zorg voor te dragen met z'n allen. En de kinderen krijgen allemaal een chip waarmee ze leuke beloningen kunnen krijgen. Voor de klas en voor hunzelf. Iedere dag als kinderen met de fiets komen of lopend, dan taggen ze dus bij een paal met hun eigen persoonlijke code. Ze sparen daarmee 10 punten per dag. En daarmee krijgen ze een persoonlijk budget, munten, waarmee ze zowel individuele beloningen kunnen kiezen in de webshop. Maar we sparen ook met de groep voor een groepsbeloning, wat ook weer versterkt om het met de groep te doen als doel. Super, dankjewel. De organisatie van High Five hoopt ook kinderen te stimuleren om minder met de auto naar school toe te komen. Doordat kinderen meer gestimuleerd worden om ook daadwerkelijk te lopen of de fiets te pakken, denk ik dat er minder auto's naar de scholen toe gaan, als in een grote menigte. En daardoor wordt het verkeer ook meer gespreid.